De lectoraat Dynamiek van de Stad, dat kijkt naar maatschappelijke kwesties en opdrachten die er zijn in de stad. En Rotterdam is bijvoorbeeld een hele super diverse stad. Dus we gaan dan kijken van, goh, hoe kunnen verschillende bevolkingsgroepen met elkaar samenleven. En daar doen we praktijkgericht onderzoek naar, wat belangrijk is voor professionals die in de stad werken, maar ook voor de burgers. Als je kijkt naar de aandachtspunten die daarvoor in Holland breed zijn geformuleerd, gezond, duurzaam en creatief, dan vind ik dat die heel goed passen in de plannen en in de projecten die wij als lectoraat uitvoeren. Het lectoraat werkt met 3 speerpunten. Het eerste speerpunt gaat over burgerschap en dan vooral stedelijk burgerschap. Het tweede speerpunt gaat over sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. En het derde speerpunt dat gaat over sociale uitsluiting en dan met name over de grote decentralisaties die er nu in het sociale domein aan de gang zijn. Onder andere met de wet maatschappelijke ondersteuning. Hoi, welkom bij de Meidersnaam. Ik ben Stefania en zij is Elijsje. Met de SKWR hebben we een project gedaan over cultuurprojecten, cultuureducatie in de wijk. En dat wil zeggen dat de grote Stichting voor Culturele Vorming in Rotterdam naar Krachtwijk is gegaan om daar met jongeren cultuurprojecten te doen. En een van de doelstellingen daarvan was dat ze burgerschapskwaliteiten verder gingen ontwikkelen. En vervolgens gaan we heel erg zoeken van hoe kunnen we de resultaten van het onderzoek zo gebruiken dat de mensen die die projecten draaien met de jongeren daar echt ook wat aan hebben. We doen ook stadsoverstijgend onderzoek. Een mooi voorbeeld is de WMO-werkplaats. Daar hebben we eerst 3,5 jaar gewerkt in Rotterdam. En we zijn nu bezig om ook de gemeente in de omgeving van Rotterdam te betrekken, zodat we echt stadsoverstijgend onderzoek kunnen doen. We zijn erachter gekomen dat er een ontmoetingsplek van heel groot belang is in de wijk. En met name ook in deze wijken waar veel mensen zijn met hulpvragen. En we hebben ook in Amsterdam, in Rotterdam, Den Haag en Utrecht uiteindelijk gekeken hoe die ontmoetingsplekken vorm krijgen. En wat de bruikbare bestanddelen daarvan zijn. En ook de knelpunten die dat ook voor de werkers meebrengen. House of Hope is eigenlijk een heel laagdrempelig inloophuis. Een soort kamer midden in de wijk waar mensen binnen kunnen komen 5 dagen per week. Iedereen, dus wat voor kleur, nationaliteit, achtergrond, dat maakt allemaal niet uit. En wij combineren eigenlijk 2 dingen. We combineren daadwerkelijk hulpverlening, mensen die gewoon problemen hebben, financieel, relatie, psychisch, noem het maar op. En daarnaast hebben wij activiteiten waarin we mensen eigenlijk in een netwerk proberen te plaatsen, waardoor mensen meer in de kracht gezet worden. De rechterkant, zoveel mogelijk Nederlandse woorden eruit halen. Oké. Dus kijk goed. Wij vertalen onze onderzoeksresultaten op verschillende manieren naar het onderwijs toe. We ontwikkelen voor docenten en ook voor studenten casuïstiek en opdrachten om deze thema's en deze onderwerpen ook te behandelen in de les. Wij werken op verschillende manieren samen met andere lectoraten binnen in Holland. Een eerste manier is natuurlijk dat we binnen de onderzoeksgroep met 3 lectoraten samen zitten. Maar ook als je hier in Rotterdam kijkt, dan werken we bijvoorbeeld samen met heel verschillende domeinen. Ik zal het voorbeeld noemen van business studies, waar studenten ondernemersplannen moeten schrijven. En waarbij iemand die vanuit business studies in het lectoraat zat, kon helpen om die plannen niet alleen te richten op reguliere bedrijven die winst maken, maar ook op sociale ondernemingen. En het leuke was dat studenten dat ook echt enorm konden waarderen, dat ze die kant ook konden belichten. Een van de redenen waarom ik ooit in de leesstad ben begonnen is dat ik gefascineerd ben hoe mensen zelf de stad maken. En toen eigenlijk zo'n vraagstuk zich in mijn achtertuin voordeed, dacht ik van ja, ik kan weer een stuk schrijven. We kunnen ook kijken of we met bewoners eigenlijk zelf iets kunnen beginnen. En het is inmiddels 3 jaar geleden en het is een beetje uit de hand gelopen. We hebben 100 vrijwilligers, de jongste is 11, de oudste 84. We hebben 20.000 bezoekers per jaar, organiseren 150 bijeenkomsten rond taal, literatuur en verbeelding per jaar. We kunnen voor een groot deel onze eigen broek ophouden. Dus het is op heel veel terreinen een succes. Naar school gelopen. Eigenlijk zagen we in de stad steeds meer sociaal ondernemers opkomen en zijn volgens mij met het lectoraat Dynamiek in de Stad in gesprek geraakt. Omdat ze eerder daar onderzoek naar gedaan hadden en gezegd, volgens mij gebeurt er iets nieuws in de stad, zullen we daar samen onderzoek naar gaan doen? En hoe kan je dat betekenis geven? Wat betekent dat voor de stad? Hoe ga je daar als opleiding mee om? Hoe ga je daar als onderzoekers mee om?
wat het is om mm-hmm. een gemeenschap te creëren. En als ik kijk naar waar ik trots op ben van wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, dan denk ik dat het belangrijk is dat we de verbinding tussen onderzoek, beleid, praktijk en onderwijs hebben tot stand gebracht. En dat we met resultaten zijn gekomen waar zowel de professionals als de studenten wat aan hebben.